Hey, en welkom bij Vitanimo Vlog. Ja, ik ben hier terug. Terug uit Disneyland. En ik ben treurig en verdrietig. Zelfs heel verdrietig, want het is de allerlaatste dag dat ik hier ben met mijn huidige abonnement. En ik ga het momenteel niet verlengen. Oh. Maar kijk, ja. Filip is er ook bij om mij te troosten. En Jordi is hier ook ergens. Ik weet niet wat hij momenteel is. Ze komen mij ondersteunen in deze moeilijke dag. Want het is de laatste dag dat ik in Disneyland ben. Mijn liefste Disneyland. Ik ga je missen. Gelijk twee vissen die achter een boom staan te pissen. Moet je een abonnement kopen? Nee, ik heb al gezegd dat ik die nummer lopen niet ga doen. Ik heb er gehaald voor. Wil je dat sponsoren door zus? Ja, met een euro. Hier, een euro. Het is begin van je fortuin. Ja, dat is ook waar. Maar goed, echt verdrietig ben ik niet, maar ik ga mogelijk wel nog een abonnement kopen, maar later dit jaar. Maar ja, het is de laatste dagje van genieten van wat dat Disney brengt. Het weer is alleen niet echt heerlijk, want het is 1 juni en ik loop hier met mijn wintervlak aan. Dus ja, het kan beter zieken zijn ze dan. Maar goed, we gaan richting bus of zo heb ik richting de bus. Bus luidt hier of zo. Bus en we gaan. Ja, Filip is weer in vorm, hè. Het meet dat een busje komt zo. Oh my god. Maar goed, ik ga jullie terug meenemen in een dasje Disney-avonturen met onkel Jurgen en Filip en Jordi. Dat moet kunnen, toch? We meenemen dat Songfestival volgend jaar, maar dat zei je niet. Maar kerst vorig jaar hebben we gezegd dat we meenemen. Ah ja, joh, we doen mee met welke zullen we zingen? Eurodada. Nee, Euro niet al ietsje, verschrikkelijk nee, nummer. Eurodada. Ah, dat bestaat niet meer. Eurodada. Maar kijk, we gaan nog op tijd en stop laten weten wat we gaan zingen. Ja, we zien hier nu. Terwijl we er toch zijn. Tetter. Wat ga je er proberen? Ja, de wachtlijst staat op 20 minuten, maar we vrezen dat het iets langer gaat zijn. Dus die chrono mag nu starten. Jordi, chrono mag starten. Kijk, mensen, dat is Jordi. Mocht je hem nog niet kennen, dat is een very important YouTuber. 20 minuten, dat is 10:23 nu. 20 minuten later, dat is 43. Ja. Als je nu en dan... hoort. Het is normaal, we zijn nogal verkouden eigenlijk. Maar ja, dat is hoort er ook bij in Disneyland. Bus Hoestier. Ja. Hier Indiana Jones is ook mee. Yep. Ja. Nee, niet beginnen met Holy Folks. Nee, dat gaan we niet aan doen vandaag. Nee, dat doen we niet. Nee, dat is niet Indiana Jones. Nee, dat doen we niet. Dat is Big Thunder, man. Howdy folks, please keep your hands and arms inside the train. Oh, ja, maar we gaan buzzen, buzzen. We gaan hem buzzen. We zijn er bijna. Bijna op de attractie. Hoera. Oh my god. Stand by. The tandje besteed. His robotic arm is Ready to stealing crystallic fusion power cells. Without those cells, we'll all be powerless and at the mercy of Zur. Kijk, nog vloggers. Vloggers. All right, you junior space vloggers. Zerg is using the stolen battery cells to energize the secret weapon. Our mission is to find his robots and his secret weapon and collapse them. Green Squadron will retrieve the power cells, while the rest of you concentrate on those robots. Hier ze, tel ik Reggie. Reggie in de mix. Ja, waar zijn die handjes? Yo. Piep, 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 piep,
Meester Long daartussen, hij is van... Oh! Please stay forward and sit back in your seat. Your shield will be lowered automatically. Spin as well. Ja, hè? Set it off.
Hebben we dat niks meer te maken, hè? Ja, ja. Dag Jordi. Ja. Ja, ja. Waarom doe je mij dit aan? Omdat je laatste dag is. Maar ik moet hier gewoon op It's a Small World zitten en dat is niet leuk. Nee, je moet niks, je mag. Hoera, hoera. Maar door jou had ik wel hier de hele dag met dat dom liedje in mijn kop zit. Nee, dat was al. Ja. Vanaf dat je hier passeert, zet dat sowieso wel in je kop dus. In uw hoofd. Zij dat is waar, niks van kompas met mij. Niks van kompas met mij. Echt ongelooflijk. Verschrikkelijk. Oh ja. Ja, Pirates. Nee, die madame stond hier voor de plezier. Ja. Het is precies alsof dat er wel een stoot voor haar hoofd te spieren. It's Pirates, hè?
pour agréable de laisser autant d'or caché ici entre les mains. Quelques mécréants pourraient être tentés de le voler, non? Ruin and embezzle, even hijack the government, hijack. Voilà, mon ami, Ik ga passen. Joke zit hier in last chance. Ja, net laatste kanscafé om te eten. Maar de menu stond me hier niet aan. Want de rest dat lust ik totaal niet. Hey, maar Filip is hier al aan het eten. Ik heb het uit. Ik zie je aan het eten, Filip. Rijst met kip. Met kip. In een soort karamelsausachtig iets. Ah, en is het lekker? Ik vind dat lekker. En Jordi heeft gekozen voor de lekkerste soep die er bestaat. Ja. Ik denk dat dat eerder afwaswater is. Smakelijk. De soep is niet lekker. Dus, oké, mag even een potje koffie. Allee, ho. Het is goed tegen de kodo, want het is een precieze herfstdag vandaag. Die ding niet het pand dan weer. Ja, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Maar ja, kijk, ik heb mijn paraplu mee. Het is zo nog een keer een Bellewaerde paraplu. En zo is mijn allerliefste Bellewaerde. Doet een beetje bij je in Disneyland, hé, Filip. Bellewaerde, hip hip. Het is een route tussen het trein. Het is niet leuk dat er een, maar ja, met een paraplu kan wel helpen. Maar we gaan wel binnenattracties doen. Dus Phantom Manor gaan we gaan doen. We hebben daarnet iets kleins gegeten. En we hadden ook nog Pirates gedaan. Maar goed, dan ook Jordi is hier terug. Jordi, kijk, dat vloepje zit voor Jordi's neus, dus, mooi. Kijk hier, hop. Met een paraplu in de hand loop ik door Disneyland. En dat rijmt nog ook. Zeker. Maar we gaan Phantom doen, zeker, hè? Ja. Phantom. Ik denk het weer vandaag. Nee, slecht weer vandaag. Is dat niet een pert? Ja, december is nog een beetje vroeg, joh. Ja. Ja, het is wel het weer van december. Ja, wat ze zeggen dat ik nog liggen. Hè. Maar goed. Nee, met dranken en beleven. Belle fiancée. Wallocks,
and witches on service call. Your presence is wanted at this ghostly ball. Des douze coups de minuit aux matines sonnantes, nous valserons ensemble. En dan is het tijd voor een siesta. We zitten hier op de boot. Nee, we hebben net gedaan. Phantom Manor. Ja, oh, kan ik weer op de naam komen. Maar we zijn een beetje moe zo. Ja, we zijn even een rustig boottochtje aan het doen. Moet ook gebeuren. En onkel Jurgen gaat misschien wel in slapen vallen. En onkel Philip ook. En onkel Jordi. En onkel Jordi niet. Dat is al vol met energie. Energie is dat niet een favoriete attractie? Nee, niet, ja. Moest een autootjes doen. Ja. We aantouwen, ze binnen Olympische Spelen, Jordi gaat autootjes doen. Ik kon door het speelpleintje van spelen. Het is ja, op de zand, het is niet open. Het is maar eens. Maar nog veel op zijn is het ook niet open. Dat 5 dagen ook met zijn jord en vele. Ja, het blijft eigenlijk een beetje mottig weer te zijn, maar wat doen we dan als mottig weer is? Ja, dan gaan we in een ijssalon. Dat zijn zavenmotten. Dat zijn we zavenmotten. Ik ben niet motten, zie je motten, Filip? Ja, ik heb een motten in mijn hand. Hij heeft een motten zelf. Dat kan gebeuren.
Maar buiten is de temperatuur is niet zo goed. En als de temperatuur niet zo goed is, wat doe je dan? Kruimtjes eten. Ik zit dus exotische kruimtjes bij Jordi. Ja. Allee. Maar we gaan nog een beetje shoppen ook. En ik kijk wat ze hier allemaal nog hebben. Dus ik ga er allemaal meenemen. Ja, ja, we zitten in Harrington. Dat is eigenlijk toch wel mijn favoriete winkel hier in Disney. Er zijn hier van die fantastische mooie beelden. Dus ik ga jullie een keer even meenemen naar de beeldjes. En ik zou ze personeel bijna allemaal meedoen, maar mijn portemonnee zegt van nee. Nou, gelukkig dat hij van nee zegt. Is correct.
Ja, dat was nog een stukje van de parade. En je wordt er eigenlijk instant vrolijk van die colorparade hier. Ja, die ga ik eigenlijk wel missen, maar goed, ja. Ja, die loopt nog tot september, dacht ik, die parade. Ja, hé. En misschien nog wel langer. Maar goed, we gaan nog een beetje shoppen en doen. En zien we dat we dat gaan doen, hé. Ja, beste mensen, het is zover. Ik neem jullie nu live mee bij mijn uitreden uit het Disneypark. Het was de laatste keer dat ik mijn abonnement heb kunnen gebruiken. En ik koop er momenteel geen meer. Filip, sorry. Jullie kunnen gerust doneren op het nummer. Nee. Dus kijk, ik ga er nu de poortjes uit. Poortjes uit. Live. Verkeerde keuze, jongen. Live. Jongen, welkom in Disney. Verkeerde keuze. Nee. Het is zover. Ja, ben uit het park. Want ik ga blijven naar het wc. Ja, Johnny gaat van blijven naar het wc. Maar kijk. Ja, waar alle hakken op een stokje. Ja, het was dus de laatste dag hier voor mij met mijn abonnement in Disney. Ik denk dat ik nu een aantal maanden geen Disney parken ga bezoeken. Sorry, Filip. Maar ik denk dat ik in het najaar misschien nog wel een keer ga overwegen om toch een abonnement nog te kopen. Ik weet het eigenlijk nog allemaal niet. Maar dat wil niet zeggen dat onkel Jurgen geen pretparken meer gaat bezoeken. Ik heb nog wel wat abonnementjes lopen voor eigen land. De zomer komt er ook aan. Misschien ga ik daar ook wel nog op avontuur. Maar ik heb nog niets gepland. Maar goed, Disney is nog altijd mijn nummer 1 park. Ligt zeer nauw aan mijn hartje. Maar ik ga het hier nu. Ik ga nog een keer achter mij kijken naar de uitgang. Ja, verlaten. En ik ga deze vlog ook beëindigen hier. Het was nog geëindigd met de colors op een parade toestand. Maar kijk, beste mensen, vond je dit een leuke vlog? Geef een duimpje omhoog. Ik heb het nodig. Maar liefst in omhoog. Abonneer op dit kanaal, mocht je nog niet gedaan hebben. Wat zit je in een dumme meneuze? Oeh. Abonneer op het kanaal, mocht je niet gedaan hebben. Filip, bedankt voor het afgelopen Disneyjaar trouwens. Geen probleem. Volg Filip anders ook nog op zijn kanaal, want hij blijft komen naar Disney. Zijn abonnement is nog iets langer gehouden dan het mijne. Jordi ook nog een maand of zo, zeker nog wel wat abonnement hier. Of zo. Maar ja, kijk, het is geen vaarwel, het is een tot ziens. Ja, ik zie jullie in een andere vlog hopelijk terug. En Filip kun je zoeken bij DLRP-fans. En Jordi ken je ook wel, Mr. Teampark van er is maar één ervan. Wie kent het Jordi niet? Wie kent het Jordi niet? Ik ga dus niet het uitzwaaimoment kunnen doen, want ik heb mijn paraplu vast. Dat kan ik wel zwaaien. Ja, of ik ga knikken. Dus beste vrienden, tot een volgende vlog maar weer. Dag. Bye bye. Hey.